Maar ook is onze Patrick er weer. Hoi, hoi. Ja, hij heeft denk ik een andere verrekijker op zijn neus. Ja, af en toe moet je veranderen toch? Ja. Nou, dan gaat Willy weer. Die is weer klaar met werk, dus mag weer naar huis. Zo, lieve vrienden, een hele goede middag en welkom weer bij een gloednieuwe vlog van Corrie naar de Beestenbol. Het is vandaag alweer reeds donderdag, de 7e van de 12e 2023. God, nog een paar weken, dan zitten we in 24. Ja, het gaat hard. Het is 1:15. Ben jij gelijk? Goh, hoe doe je dat? Ja. 15 minuten overheen. En hij slaat ook net 15 minuten overheen. Ja, nou, geweldig. Dus helemaal goed. Maar in ieder geval, wat staat er vandaag te wachten? Nou, ik had eigenlijk eerst met Mario afgesproken, maar dat was onder voorbehoud. Dus ik heb net Mario aan de telefoon gehad. Dat gaat dus niet door, want ze is helemaal druk in huis bezig. Nou, helemaal top. Ja, maar ook heb ik Patrick gesproken via Wattes app en die komt een bak koffie halen ook. Helemaal top. Die zou eigenlijk met mijn computer aan de gang, maar die streep is blauw en hoe dat is gekomen. Joost mag het weten, maar ik weet het niet. Nee, ik heb er geen verstand van. Hij is zomaar in een blauw en er is een heel stuk vanaf. Dus ja, hoe dan? Mag van mij nog wel meer af, daar niet van. En ja, en Willy die komt en de meisjes moeten er nog uit. Dat is al. Maar meisjes die wachten nog maar even. Ze zijn net in de tuin geweest. En ja, daarom zeg ik, ze wachten nog maar even. Want dan kan ik eerst met Willy een bakje koffie doen. En daarna kan ik de hart op met ze. Ja, komt helemaal goed. En ik moet ook vanmiddag naar de Action toe. Ik moet postzegels halen voor de kerstkaarten. Ik heb 13 kerstkaarten. Dus ja, dan moet ik een mapje van 20 hebben, als ze die al hebben. Ga daar eens even weg. Hoe vaak moet ik dat nou nog zeggen tegen jou? Hé, hoe vaak moet ik dat nog tegen jou zeggen? Niet bij die kerstboom in die steurt vandaag. Hé. Hallo, ik heb het tegen jou. Ja, ik heb het tegen jou, ja. Dan zit je met die staart maar te kwispelen bij die kerstboom. Prima, dat je blij bent, maar niet bij die kerstboom. En ik weet ook niet wat jij ziet hoor, er is niks. Er is niks te zien. Er zijn enkel twee machines boven die aan het draaien zijn, wat je hoort. Ja, dat is de wasdroger en de wasmachine die draaien. Ja, moet helemaal kunnen. Wat wou ik nog zeggen? Ja, ik zou nog iets zeggen, maar wat? Ik weet het even niet meer. Al is de leugen nog zo snel de waarheid achterhaald dan wel. Ja. Nou, het is me ontschoten door Elwing, want die stond met de staart in de slingers te zwiebelen. Ja, wegwezen daar. Ja, maar in ieder geval, Willy die komt zo en daar zit ik op te wachten. En die kan elk moment komen. En dan is het een bakje koffie. Ook ben ik gisteren met de laatste twee takken begonnen om die te versieren. Nou, dan moet ik nog even wat bijzoeken en dat leg ik dan wel klaar. Dan kan die bakken ook naar boven toe. Dus ja, dan is het ook helemaal top. En ja, jullie gaan vanmiddag natuurlijk gezellig via deze mee.
Ga wel lekker naar de Action en ik doe jullie lekker in de houder en dan komt het best wel goed. Dat dacht ik ook, ja. En ik moet, postzegels halen, zei ik. Nou ja, ik heb 13 nodig. Nou, ik denk dat het een mapje van 10 is, dus dat ik er 2 moet hebben. En ik moet boodschappen doen. Dus ook naar de Vomer. Nou, we zien het wel, waar het schip gaat stranden. En ik neem jullie gewoon via mijn mobiel gezellig mee. Ja, helemaal goed. Ze zeggen, lieve vrienden, oh ja, en het is hier ook nog grijs, grauw en mistig. Dus de wereld is klein. Ja, ik zie de kerktoren wel. Ik zie ook het kruisje erbovenop, of het haantje, er zit een haantje op. Maar je kan zien dat het mistig is, ja. Het is niet fijn. Maar voor mij mag het zonnetje erdoor komen, dan trekt het weg. Ja, ik vind mist, nee. De wereld wordt kleiner en ik kan er qua, niet tegen. Je loopt als waren in de wolken, hè, zeggen we dan. Ja, maar in ieder geval, komt allemaal wel goed. Ik hou gewoon van goede moed. En als jullie dat ook doen, komt het allemaal goed. Ik zou zeggen, tot later. Ja, daar zijn we weer even, lieve vrienden. Ja, druk. En nog eens druk. Willy Wilbel, die is boven bezig. Ik heb visite gehad. Onverwacht weer. Maar nee, niet Mario, maar een ander. En dat is Janneke. Die hebben jullie ook al een keer gezien. Maar ook is onze Patrick er weer. Hoi, hoi. Ja, hij heeft denk ik een andere verrekijker op zijn neus. Ja, af en toe moet je veranderen, toch? Ja, ik noem ik altijd een verrekijker. Hou van variatie. Ja, moet kunnen toch? Ja, toch? Ja, daar doen we het gewoon mee. Wil eens 3 halen, 1 betalen, dus... Ja, daarom. Maar in ieder geval, het wordt best mistig. De kerktoren die wordt steeds waziger en waziger. Dus ik denk dat dat niet Action wordt vandaag. Nee. Dat ik gewoon mijn boodschapjes doe en even naar Bruna ga om de postzegels te halen. Ja, ook dat. En jij moet nog een kaart krijgen. Ja, want anders zit ik daarmee. Maar in ieder geval, ik zal Patrick dus de kaart geven. Ja, gaan we even doen. Gezellig. Even zoeken. Die doos moet ik niet hebben. Ik moet deze doos hebben. Ja, gaan we eventjes zoeken. En dat is dit rijtje. Dat is de Florastraat. Dat is... Nee, dat kan niet. Moet ik de andere hebben. Moet ik wel daar willen. Even dat stapeltje pakken. Ja, ik heb hem al. Kijk maar. Ja, ik heb hem al. Ja, echt wel. Nou, gaan we die aan Patrick geven. Kijk, top. Dank u wel. Je mag hem openen hoor, want hij is alleen nog voor jou. Jouw naam staat erop. Het is gewoon een kaart hoor. Kijk, het is gewoon een kaart, ja. Top, dank u wel. Graag gedaan, schat. Leuk. Je eerste of ga je er al meerdere? Nou, ik heb er eentje gehad van iemand wiens naam ik niet ga noemen. Nee. En die heb ik verscheurd en in de kliko gegooid. Ah, oké. Nou, ik heb er al 3 hangen. Achter je, daar achter die trap. Ja. Wat moet je nou? Van de week eens kijken, volgens mij heb ik thuis ook nog kerstkaarten liggen. En dan geef ik gewoon een persoon in de buurt en dat zit. Doe ik niet aan kerstkaarten. Nou, ik had er 30 gekocht. Maar ik moest er nog 10 bij kopen, want ik miste nog een paar. Kijk, mijn vader krijgt er 1, u krijgt er 1 en ja. Dan vind ik het wel prima.
Ja, en die vriendin dan die nu in het ziekenhuis ligt, krijgt er één. Nou, mijn zwager, dat is die bovenste kaart, die was al als eerste en nog ver voor Sinterklaas. Ik denk, zo hé, zwagertje lief. Zo, gaat het goed? Zo dan. Je boom omzagen of zo. Is dat nieuw? Is dat nieuw? Ja, dat is nieuw. Boefie. Hé, boefie. Lekker hè, meid. Ja, nou, lieve vrienden, wij gaan lekker aan de koffie. Ja, dus ik zou zeggen, tot later. Nou, dan gaat Willy weer. Die is weer klaar met werk, dus ze mag weer naar huis. Nou, de meisjes zijn ook in die tussentijd alweer uit geweest. Ja, dat is ook al reeds gebeurd. En ik had, er werd gezegd, ook door Google, dat het ontzettend koud is. Gevoelstemperaturen minstens. Ja, dan denk je van, nou, warm aankleden. Nou, ik kwam bloedje heet thuis, behalve mijn gezicht was wat koud. En mijn neus, ja. Maar voor de rest, hier mijn haar, dat is gewoon vochtig. Niet nat, maar vochtig. Het voelt klammig aan. Zo warm was ik aangekleed. En als ik even nog bij te komen daarvan. Want ik heb wederom weer last van mijn maag. Ik snap er geen reet van. Hoe dat komt. Ik heb niks verkeerds gegeten of gedronken. Ik snap het niet. Maar ik ga zometeen wel even een broodje eten. Want er moet toch wat in. En dan gaan we naar de Vibra toe, want de Vibra die verkoopt ook oplaadbare batterijen. En die is goedkoper weer dan de Xenos. Dan moet ik nog een Sinterklaas cadeautje hebben. Ik moet nog een kerstcadeautje hebben. En ik moet boodschappen doen. Dus ja. En de Vibra en de Vomar, dat is dicht bij elkaar. Dus ja, ik neem er wel mee, maar dan ga ik niet filmen, nee. Dan zit ik weer te... Moet ik weer zonder handschoenen dat in mijn ding doen, weet je. En het is echt wel koud. En ik heb 2 paar handschoenen. Ik zal jullie laten zien. Ik moet ze even pakken. Eerst de ene. Dat is, met een tijgerprintje er een beetje erop. Die heb ik gekocht ook als, hoe noem je dat, thermohandschoenen, maar dunne. En nou ja, die zitten verder als grote. Die zijn ook wel lekker warm. Ja. Maar niet zo warm met deze kou. Dan verneem je het wel en dan kom je toch nog met pijn in je vingers thuis als je artrose hebt, zoals ik. Maar nou heb ik nog een paar. En dat is ook thermo plus. Dit is thermo, maar heel dun. En dit is thermo plus. Mijn handen die waren gewoon lekker warm. En dan heb ik wind tegen en al gehad. Heerlijk, ideaal. Dus die heb ik wel nu nodig. Ja, die zijn te koud. Die zijn goed. Dus ja. Die handschoenen die zijn gewoon lekker voor wanneer het niet zo koud is. Nee. Dus enkeltje. Dan kan ik de lus van de riem van de meisjes beter pakken dan met deze. Deze is veel malen dikker. Maar ja, maakt niet uit. We redden ons. Ja. En dan komt het ook wel goed. En ik moet dus nog een vlog in elkaar zetten. Zometeen eventjes al een lamp aandoen. En onderweg kan ik wel voor de rest gaan zorgen dat dat aankomt. Maar in ieder geval, ik ga dus zo eerst even een broodje eten. En daarna ga ik weg.
En ik laat het wel zien als ik weer thuis kom. Ja toch? Komt helemaal goed, lieve vriend. Ik zou zeggen, geniet ze en tot later. Zo, lieve vriend, ik ben weer thuis van boodschappen doen. Ik heb de tas naast me staan. Hier ook. Er zit een grote platte doos in. Op afstand zou je denken, een pizza, maar daar is die te vierkant voor. Ja, te groot. Want ja, dat formaat doe je geen pizza in, geloof ik, hè? Nee. Maar er zit ook wat anders in, hoor. Het is een nee, dat moet ik morgen nog halen, maar dat kan ik op de hele weg doen naar Marianne toe. Want het is vandaag jarig. Ik moet nog steeds voor de zingen, ben ik nog niet aan toegekomen. Nee. Het is vandaag jarig en morgen ga ik naar daartoe. En de verjaardagscadeau weet ik al wat ik koop. Ook bij de Vomar. En ja, iets leuks in ieder geval. Maar dat zien jullie morgen, want jullie gaan morgen gewoon ook mee op verjaardagsvisite. Ja. Maar ik heb nou een kerstcadeautje voor haar gekocht, voor onder de kerstboom. Het lijkt vele malen groter dan de anderen krijgen, maar het is net zo duur. Ja, dat komt onder de kerstboom te leggen. Dus ja, ik heb ook blijf staan, inpakpapier gekocht, dat had ik ook niet meer, althans kon ik niet meer vinden. Kerstpapier, uiteraard. Blijf staan. En er was wat in de aanbieding, daar was ik heel blij mee. 2 mokka gebakjes. Voor 2,49, als jullie dat zien. Ik weet niet. Nou, in ieder geval van 3,99 naar 2,49. Nou, dat scheelt een slok op een borrel. Daar ben ik blij mee. Dus dat gaat de koelkast in. Want ik ga het nou niet eten. Want deze dame heeft wederom weer last van haar maag. En hoe komt dat? Boodschap uit de tas halen op de band. Boodschappen van de band weer afhalen en in de tas. Iedere keer het voorover. Ja. Dat gaat het dus niet worden. Nou, 1. Ik heb nou weer andere zakken. 2. 3. En er legt er nog één bij. Daar kijk ik nou niet bij. Ja, en die zijn 1,9. Staat erop. Dus ja, tel maar uit. Dat gaat zo meteen de vriezer in. Gaat even hier leggen. Voilà. Toosjes, daar ben ik ook heel blij mee, want dat helpt vanwege mijn maag. Er gaat ook een pakje naar boven toe. Dan hoef ik geen pillen in te nemen. Ja. Yeah. Die had ik ook niet meer, die waren ook op. Nou, ik moet eigenlijk nog meer boodschappen doen, maar dat kon niet meer in die touch. Omdat ik ook bij, hoe heet het nou? De Vibra ben geweest. Ik kan er gewoon niet meer bij hebben. Nog een zak. En een zakje met Snoopies. Hop. En het wordt straks weer brood hoor. Ik kan geen warm eten verdragen. Nou, echt niet. 2 kaas. Vleeswaren hoeft nog niet. Kaas moest wel. Nee, ik moet geen warmte. Niet aan denken. Zo. Ja, en nog wat lekkers. Een gouden rakker. Maar dat moet ik nou ook niet. Dan heb ik nog liever een wijntje dan dat. Ik heb batterijen. 3 keer. Zitten er namelijk 2 in 1 verpakking. Bij de Action zitten er geloof ik 3 in de verpakking. Of 4, weet ik niet eens.
Maar deze zijn 3,99. Dat scheelt een slok op een borrel bij 8,99. Want Xenos betaal je over de 8 euro. En dan waar ik ook toen met Halloween heb gehaald, dat is nog een keertje duurder. Ja, en dat wil je niet. Dus ja, ik ben blij dat ik deze weer heb. En dat zijn ook al blaadbaren. Nou, die heb ik nodig. En dan heb ik... Ja, nee, ik had al een kerstcadeautje. Wacht even. Ja, ik moet even zien hoe ik het allemaal doe met de cadeautjes. Ja. Maar dit is... hoe doe ik dat? Zit het plakbandje daar ook? Ja, dat zal wel. Ja, even de schaar. Of een mesje. Dat is nog dunner. Mesje is dunner. Doe dan. Eigenwijs, hè? Ik ben nog altijd de baas en niet jullie. Zo. Ja, echt waar. Moet ik hem eruit zien te krijgen. Werkt ook weer op batterij. Tegenwoordig niks meer echt, zo wat. Ja, dan denk ik van, ja, kijk. Denk je van dat het echt is? Ja, en je hoela. Het is dus niet echt. Er moeten ook weer batterijen in. 3 stuks. En dan moeten dunnetjes in, geloof ik. Zo te zien. Nou, dunnetjes heb ik wel. Gaan we even kijken. Even kijken. Maar... Nou, zwaar, hij is niet echt zwaar, maar het is niet echt, maar het is net marmer. Ik weet niet of jullie dat kunnen zien. Ik weet niet. Het is net marmer, maar niet echt. Het is meer plastic, geloof ik. Even die dunne batterijtjes pakken. Heel grappig. Ja, even daar. Opening. Dat zit hier ook. Ja. 3, hè, zei ik. Ja. Dit zijn denk ik wel weggooiers. Maar dat boeit me even niet. Even op zijn koppie. Dat is 1. En dat is 2. En dat is 3. Moet hij het nog doen ook? Maar hij doet het niet. Ja? Hoe dan? Dus er zijn nieuwe batterijen. Het zijn nieuwe batterijen, hè? Zien jullie wat? Zie ik wat? Moet er een bewuste klepje erop? Dacht het niet, ja. Heb ik nooit meegemaakt. De batterij zit ook goed. Of toevallig eentje nou niet. Ja, wel, zat goed. Wacht even hoor. Ja, die zat ook goed. Ik ben niet afgelopen. Aha, eentje zat niet goed. Ja, nou doet hij het. Kijk eens. Toch ook leuk? Ja, vind ik leuk. Nou. Vind ik leuk, ook voor in de wc. Daar heb ik een setje van 3, maar dan moeten andere batterijen in, van die ronde platten.
Dat vind ik rol dingen. Ja. En dan flikkert ook nog. Maar ja, ook leuk. Ik zet hem daar even neer. Die hoort er ook bij. Plastic hoedje op. Voor bescherming. Maar in ieder geval, wat hebben we nog meer? Ik heb nog meer hoor. Ja, verlichting. Voor buiten. Voor in die takken. Er zitten 20 lampjes in. En... Goh, kan ik nog lezen? 2,99. Hier zitten er 10 in. Ook voor buiten. Nee, niet waar. Dit is voor binnen. Ja, dit zijn heel andere lampjes. Is ook leuk. Het zijn geen normale lampjes. Je moet het wel willen, hè? Papiertje even daar. Oh ja, ik had batterijen al opgeladen. Ik ga ze even pakken. Even zien. Zie je het weer niet met je kippige ogen? Daar. Dat is één. Die gaat zo erin. En die gaat er zo in. En die doet het ook. Dat zijn hertjes. Hoe leuk! Hertjes, ja, vind ik gewoon leuk. Ik vind het anders dan gewoon een normale lampjes, ja toch? Godje, dikke. Ja, klik zeg. Dus ja, die gaan we ook uit de knoop halen, die gaan we ook even ergens ophangen. Gewoon leuk, ik ga deze uit de verpakking halen. Ik moet nog met die buitenverlichting bezig die op batterij werkt via de pergolang. Maar dat zie ik nou niet, het is ook te koud. Maar ik ga ze wel al in het bakje doen. En ik heb hier ook nog een streng. Nee, waar is die nou? Deze. Dat is wel normale verlichting. Voor buiten. En daar moeten er... 3 in, geloof ik. Ja, dat is voor die takken die daar liggen. Ja, dus het komt helemaal goed, lieve vrienden. En nou is de tas leeg. Ja, helemaal leeg. Dus ja, die ruimen we weer netjes op. Zoals gewoonlijk. Moet geen troep hebben. Ik zit de verkeerde kant op te vouwen. Zo. Hoppata, naar beneden jullie. Kan die weer in de la? Ja toch? Opgeranseld netjes. Zet ik altijd maar. Ja. Maar dus voilà. En dan is het de batterijen hier in het bakje doen. Nou, dat is ook zomaar gedaan. Want er zit tenminste een inkeping in waar je makkelijk bij kan komen. Ideaal. Ja. Enkel de plastic zit er ook nog stijver omheen. Maar het karton is er al af. Ja, en dan moet plastic er nog af. Ken je dat? Echt. Jeetje, dat zit er juist stijf omheen. Jeetje. Gosje, dikke. Dat is één. Nou, nummertje 2.
Tine ook mee wilt werken. Dat is 2. Andersom leggen. Deze. Ja, de ene keer lukt het me zomaar. En de andere keer dan heb ik er houden en keren mee. Maar ja, denk iedereen wel eens. Dat zei je wanneer de gebreken komen, hè. Daar moest ik net ook al om lachen. Ergens weet ik veel. Van... Ja, er was er nog eentje, ja. Die had er ook ergens last van. Ja, dat zei je wanneer je ouder wordt. Ja, ik zei, daar hou je niet tegen. Dat zei je gewoon. Ja. En daar krijgt iedereen last van, hoor. Ja. En ik hoor de jongeren nu nog denken of zeggen van, ja, hallo, krijg ik niet. Nee, wacht maar af. Wacht maar af tot het je ook ouder wordt. Als je de leeftijd van ons hebt behaald. Ja. Yeah. Jeetje. Nou. Zo zit ik nog even verder te pulken. Nog 1 te gaan. Dus ik zeg gewoon nou, alvast, lieve vrienden. Geniet verder van je avond. Gaan wij ook doen. Ik moet nog een vlog in elkaar zetten. Dat kerststuk, dat wacht nog maar even tot mijn maag een beetje bedijst is. En dan maak ik hem af. En dan laat ik hem jullie ook zien. Maar jullie gaan nu aan de lade. Want er is nog maar 1 streepje. Voordat hij zegt van bekijk het maar. Sluit ik bij deze af. Ja, niet voor vanavond. Ik kom vanavond weer om. Maar ik wens jullie allemaal een genoeglijke, liefdevolle, fijne avond toe. Wees lief voor elkaar, geniet van elkaar, geniet met elkaar en doe wat leuks. Ja, zie maar wat jullie willen doen. Maar tot later in ieder geval. Ik zou zeggen, doei! Zo, lieve vrienden. Ja, het is weer de hoogste tijd om de dag af te sluiten samen met jullie. Want het is alweer 18 minuten over 2 in de nacht. Ja, naar de vrijdag toe. Maar ja, het is 2 graden daar al. Gaan we even op de telefoon kijken. Even exact weten. 2 graden. Regen en sneeuw. Ja. Het is nat op de ramen. Ja, het is nat. Ik zie sneeuwvlokjes hier vallen. Het voelt aan als -3. Ja, het is koud door de wind ook. Dus ja, fijn is het niet. Dus ik heb het rijk al buiten gehad, want ik ben niet gaan lopen. Ja, en ik ben wel gaan lopen, dat was halverwege de avond. Heb ik even gelopen. En ik denk, ja, ik ga het later op de avond niet meer doen. Veel te koud, ook voor mij. Ik kan dat niet handelen. Vanwege mijn gewrichten natuurlijk. Maar de meiden kennen de tuin niet, weet je. Laat ze maar gaan. Dus dat gaan we zo nog eventjes wel doen met madame Elwing. Die ligt heerlijk op de bank, lang uit. Hé, Elwing? Elwing? Kiekeboe. Kiekeboe. Hé, lief. Jij. En Rijka, ja, die ligt in de mand. Maar die is ook lief. Ja hoor, ze zijn allebei lief. En Kandalf, die is al boven. Die is wel even beneden geweest, maar ja, hij wou weer de camera. Nou ja, doei, ga je gang. Ja, maar oké, lieve vrienden. Wij gaan zometeen lekker naar bed toe. Dus ik wens jullie allemaal wel rustig slaapplekken voor degenen die ook nog niet naar bed zijn. En voor degenen die al wel naar bed zijn. Nou ja, morgen allemaal ook gewoon weer gezond op. En jullie weten het ook allemaal. God die houdt over ons de wacht. En ik zeg daarom graag tot aan de andere kant van de nacht. Doei!